In Selfluencers praat ik met bekende en minder bekende mensen over spiritualiteit. Want wat is dat nou eigenlijk, spiritualiteit? In deze aflevering ben ik te gast bij een zeer succesvol ondernemer en bedenker van zijn eigen behandelmethode. Hij is oprecht een Zenfluencer, want zijn missie is om mensen gezonder en gelukkiger te maken. Maar hoe doet hij dat dan? En hoe zen is hij zelf? In deze aflevering ben ik te gast bij Duco Kanij. Duco, welkom. Heel erg bedankt dat je tijd hebt gemaakt. Uiteraard. En we zijn hier in het therapeutisch centrum Leiderdorp. Dat is van jou. Ja. Waarvoor kunnen de mensen hier terecht? Als ze klachten hebben. En dan met name de klachten die gaan over het lichaam, de geest en de combinatie daarvan. En dan zie je dat mensen vastlopen in hun leven. Niet alleen fysiek, maar ook gewoon als mens. En dan loop je eigenlijk ook vaak vast in de reguliere zorg. Je valt dus zowel een schip, huisarts die niet helemaal weet wat hij ermee moet, specialist ook niet, hè, want die is dus specialistisch. En dan kom je toch vaak bij ons terecht. Ja. Ja. En is dat dan holistisch? Ja, de vraag is natuurlijk wat is holisme, maar ja. In de zin van wij kijken eigenlijk naar alle verschillende aspecten van het lichaam en het leven. En kijken of daarin iets moet veranderen. Wat een consequentie heeft voor andere aspecten. He, dus we behandelen altijd meerdere aspecten. Ja. Eigenlijk op hetzelfde moment. Ja. Ja. Nou, ik heb op dit moment dus heel erg keelpijn. Ja, dat is. En als ik dan hier kom met keelpijn, waar moet ik dan nog meer naar kijken? Behalve naar mijn keel. Ja. Ja, zeker. Want keelpijn is eigenlijk heel vaak een secundair symptoom. Dat betekent, je hebt ook keelpijn. En je hebt misschien zelfs een keelontsteking. Hè? Dus het slijmvlies van je luchtpijp, je keel is ontstoken. Maar dat is vaak het gevolg van iets anders. En dat anders bevindt zich heel vaak bijvoorbeeld of in een ander orgaan in je lichaam. Of in de psyche, als in de emoties. Als je kijkt bij keelpijn, dan heb je heel vaak dat het gaat over als mensen langere tijd het idee hebben of het gevoel hebben dat ze iets niet mogen uiten. En dan blijft hier zitten, dan ontstaat daar eigenlijk een soort van conflict. En conflict geeft altijd ontstekingsreacties. En dan zie je ze op die manier keelpijn ontstaan. Ja. Dus dat is eigenlijk een soort holistische visie op keelpijn, zeg maar. Is holistisch ook spiritueel? Oeh, de goeie. Holistisch is niet per definitie spiritueel. Nee. Wat is voor jou spiritualiteit? Oeh. Spiritualiteit gaat voor mij persoonlijk over dat er veel meer is dan datgene wat wij als materieel mens in de materiële wereld mogen waarnemen. Dat gaat over de diepere dingen achter de materie. Daarmee wil ik overigens wel zeggen dat materie niet onderdoet voor de niet-materie, want beide zijn in gelijke mate aanwezig. Alleen als je echt spiritueel bezig bent, dan hou je je bezig met zeg maar de spirit. En de spirit gaat over de, zeg maar, dat is een non-materiële entiteit. Dat mag je misschien ook energie noemen. Ja. En die is vaak ouder, langer aanwezig en heeft meer ervaring dan de materie. Want de materie is veel vergankelijker. Ja. Ja. En komen hier ook veel tieners en jongeren? Ja, ja, dat is grappig. Ja, we hebben veel. Steeds meer jongere mensen, begin 20, ze zijn zich namelijk tegenwoordig veel meer bewust van alles wat er in het leven toe doet. In onze tijd ging je naar school en dan ging je diploma halen, toch? En dan ging je, je kreeg een relatie en ging trouwen, kindjes krijgen en dan had je een baan. Ja. Nou, dat was het leven en dan ging je dood, toch? Nou, we zijn nu nog niet dood, maar oké. Gelukkig niet. Je weet niet wat kan gebeuren dadelijk. Ja. Maar tegenwoordig zijn ze heel erg bezig met, ja, het is allemaal leuk, maar er is veel meer dan dat. En als ze dat meer niet kunnen vinden, bereiken of daar moeite mee hebben, dan gaan ze zoeken. Mm-hmm. En dan komen ze inderdaad bij een holistische, integratieve therapie uit, waar aandacht bestaat voor dat stukje wat niet tastbaar is, maar wat ze zoeken. Ja, dat klopt. En merk je dat jonge volwassenen ook veel dezelfde soort klachten hebben, of niet? Ja, ja. Ze hebben best wel veel druk, of ze ervaren veel druk. Dat is een druk die komt voort uit wat de maatschappij van hun verlangt. En ook wel een beetje wat ze zichzelf opleggen. Daarnaast hebben ze een aantal bijna educatieve nadelen.
ze hebben ouders, en dat is eigenlijk mijn generatie, ik ben 51. Dus als je nu 20 bent, hè, ongeveer. Ze hebben ouders die hun eigenlijk hebben gepamperd heel vaak hun leven lang. Alles ging om hun. Ze zijn nummer 1 en ze hebben heel dag gehoord, we zijn trots op je, we houden van je, je bent fantastisch, je bent ons kind en je bent onze wereld. Als jij in die perceptie opgroeit en je gaat er naar de echte wereld in en je komt erachter dat het niet meer alleen om jou gaat, je bent niet altijd fantastisch en bijvoorbeeld je werkgever is niet trots op jou heel de dag, dan is dat een enorme deceptie en dat vinden ze moeilijk. Ja. Dat vinden ze moeilijk en dat snap ik dat ze het moeilijk vinden. Het is bijna nu alsof ik de millennial beschrijf. Hè. Maar dat neemt niet weg dat ze wel vaak intelligent genoeg zijn om te gaan zoeken. En dan komt het hieruit en dan zeggen ze, ja, ik zoek naar dingen. Soms weten ze niet eens wat ze zoeken, maar wat er nu is, is niet voldoende. Volstaat niet. Ja. Merk je ook door de coronatijd dat er meer jongeren bij zijn gekomen die op zoek zijn gegaan? Ja, om twee redenen. Enerzijds door de corona. En wat corona met zich meebrengt in beleving. Er is een soort fundamentele angst aangesproken. Een overlevingsangst. Vroeger was dat zo. Je leefde gewoon in Nederland. Hè, dan. Je leeft en morgen ben je er ook nog. En je gaat dood als je oud wordt en ziek wordt en oud wordt. En dat soort dingetjes. En dan ga je dood. Opeens was corona daar en was doodgaan. Op je noem maar wat. 24ste. Een reële optie. Want je kon corona krijgen. Dan kon je doodgaan. Dat vonden ze eng. Snap ik? Voor het bestaan was niet opeens een soort 100% zekerheidje tot je 95ste. Dat merkte je echt aan de jeugd. En ze hebben ook het best wel zwaar gehad. Ze werden een soort van geïsoleerd. En waar je als mens, juist als jongeling, als jeugdig persoon, je sociale en je morele kaders ontwikkelt, omdat je enorm sociaal actief bent, werden ze een soort van geïsoleerd. Dan konden ze dat niet. En dat druist in tegen de natuur ook en ook hun hormonale ontwikkeling. En zie je dat ze daar een soort van niet goed van werden. Echt fysiek niet, mentaal niet, emotioneel niet. Een ander stukje is natuurlijk ook corona zelf als ziekte. En de gevolgen daarvan. En je hebt mensen die hebben long-covid gehad, die zijn nu al 2 jaar lang eigenlijk nog geen schim van wat ze waren. En dat is oprecht ook aanwezig. Hè? Dat mag je niet onderschatten, denk ik. En die mensen komen natuurlijk ook. Die zeggen, ja, ik word maar niet beter. Ik ben nog steeds doodmoe. Ik heb nog steeds overal pijn. Weet je? Die zijn er ook. Ja, absoluut. Ja. Absoluut. Hoe was jij zelf als tiener? Oh. Dat is een onverwachte. Dat is onverwachte. Ja, dat is onverwachte. Ik was eigenlijk vrij rustig. Ik heb alleen wel vanaf ongeveer mijn 12e, conflict gehad met name mijn moeder. Mijn ouders, maar met name mijn moeder. Dat maakte het niet makkelijk. Het was voor mij best een zware tijd. Niet zozeer omdat tiener zijn of puberteit voor mij lastig was, maar meer mijn thuissituatie. En dat heeft ertoe geleid dat ik eigenlijk heel erg bezig ben geweest altijd met, ik wil altijd maar dingen bereiken en laten zien dat ik dingen kan. En ik denk dat op basis daarvan ik ook mijn bedrijf heb opgezet en mijn dingen heb gedaan zoals ik heb gedaan. Ja. Het heeft me heel erg gevormd. Ik ben wel iemand van, ik kijk rustig, heb ik altijd zo gedaan. Denk okay. En dan maak ik mijn mening op en ik handel ook naar mijn mening. Dat doe ik wel. Ik handel altijd naar mijn mening. En als je als de man van nu, van dus 51, een tip zou kunnen geven aan jezelf als tiener, wat zou dat dan zijn? Ja. Wat zou je willen meegeven? Zo dan. Dat is de moeilijkste vraag die ik heb gehad in de afgelopen 51 jaar. Nou, even over nadenken. Wow, ja, inderdaad. Dat geeft mezelf mee. Ik denk dat ik vooral zou zeggen tegen mezelf, probeer als er iets gebeurt wat je niet bevalt, toch de positieve goede energie vast te houden en niet te gaan naar daar waarin je leeft vanuit wantrouwen en achterdocht en denkt de wereld is tegen mij of ze zijn tegen mij, want dat heb ik te veel gehad toen. Nu kan ik heel snel een omslag maken en denk oké, er gebeuren dingen, zijn misschien niet fijn of niet leuk, dat is op zich sowieso niet persoonlijk, want dingen gebeuren. Maar ik hou mijn positieve energie vast. En dan zie je overigens dat alles heel snel weer omgaat naar de goede kant. En dat kon ik toen niet. En dat zou ik mezelf graag willen geven. Is dat ook een tip wat je nu aan jongeren zou willen geven? Ja, absoluut. Hou je positiviteit vast? Ja. Kijk naar de jongeren van nu vandaag de dag. Dat zijn hele fijne mensen met absoluut goede intenties. Zijn lekker bezig. Willen van alles. Zijn heel grappig ook, moet ik zeggen. Ze hebben humor. Alleen wat ik ook zie is dat op het moment dat het tegen zit, het valt tegen, ze halen niet wat ze zouden willen halen of bereiken niet wat ze willen bereiken, gaan ze
te snel en blijven ze te lang vaak hangen in zie je wel, ik kan het niet. Dat sluit ook wel weer een beetje aan wat ik al verteld over de ouders die deze generatie altijd hebben gepamperd. En dan blijven ze vaak te lang in die negativiteit zitten. De zon. Want daar zijn het te leuke en te mooie mensen voor. Ik denk dat ze eerder terug moeten naar, ja maar oké, dit gebeurt. Dit is misschien niet wat ik had verwacht en had gehoopt. Maar ik kan zo ontzettend veel meer. Ik maak die stap gewoon weer terug naar de positiviteit. En ga gewoon vrolijk verder en door. En dat is echt wat ik ze mee zou willen geven. Want dat kunnen ze. 100% zeker. En probeer je die boodschap ook over te dragen via jouw YouTube kanaal? Ja. Ja, dat doen we. Ja, absoluut. Ja, want dan plaats je heel veel video's, geef je heel veel uitleg over fysiek en mentaal. En wat hoop je daarmee te bereiken? Ja. Eigenlijk is het doel, de doelstelling die we hebben gesteld voor YouTube, Instagram, is dat we bewustzijn creëren onder de mensen, iedereen, oud, jong, maakt niet uit, dat integratieve therapie, dus vanuit een soort holistische visie naar mensen kijken, voor iedereen beschikbaar is. Dat we altijd zo kunnen kijken naar gezondheid, problemen, geluk en alle andere factoren van het leven. En dat daar echt iets mee te doen is op het moment dat dat niet goed gaat. Iedereen, hoog, laag, arm, rijk, weet ik het wat je allemaal hebt. Iedereen kan dat. En ik hoop door daarover te vertellen op mijn eigen kanalen. Hoop ik dat mensen gaan zeggen, ja maar wacht even, dit ben ik ook. Ik herken mij hierin wat hij zegt. En hey, blijkbaar is daar een oplossing voor. En dat hoop ik dat mensen dat gaan zien. En dat hoeft natuurlijk niet helemaal bij ons. Dat mag ook ergens anders, dat is prima. Dat is echt hele bekwame therapeuten die mensen heel veel mee kunnen. Elders, niet alleen hier. Maar wel dat je er wat mee doet. Dat je het niet laat voor wat het is. Want dat is de generatie van mijn ouders en daarvoor. Die lieten het. En dat hoeft echt niet meer. Is er één makkelijke tip die je de kijkers mee kunt geven wat zij thuis kunnen doen om gezonder en gelukkiger te worden? Absoluut. Ik denk oprecht, echt oprecht, dat het begint bij voeding. Ik denk echt dat je naar een manier van eten moet gaan die maakt dat je de basisvoorwaarden om gezond te kunnen zijn en gelukkig te kunnen zijn hebt ingevuld door de juiste voeding en suppletie te nemen. De juiste voeding is een voeding die ontdaan is van allerlei onzin als eetstoffen, vervuiling, je hebt heel veel vulvoedsel. Aardappelrijst, pasta is vulvoedsel. Dat is eigenlijk gewoon, we vullen je buikie en dan ben je blij en gelukkig en dan voelt het even goed. Maar dat is natuurlijk helemaal niet wat goed voor jou is. Dat zit vol suikers, hè? Dat zijn koolhydraten. Aardappelrijst, koolhydraten, gluten. Dat is gewoon slecht voor je eigenlijk. Ja. Daar moet je vanaf. Ik denk dat je veel meer naar het zuiveren moet. Los van het is bio, noem maar op. Maar vlees, vis, ei met groenten, salade is helemaal prima. Schijf van 5 is een grote grap natuurlijk. Dat volstaat niet. De juiste voeding nemen die bij je past, die ontdaan is van gekkigheid. Ik denk absoluut dat daar de sleutel ligt. En op het moment dat je dat doet, is alles mogelijk. Werkelijk alles mogelijk. Dus we moeten eigenlijk allemaal groentes gaan kweken in onze tuin. Absoluut. Absoluut. Dat is het meest gezond. Onbespoten. Ja, ja. Helemaal. Helemaal. Okay. Mijn laatste vraag. Tuurlijk. Hoe zen ben jij op een schaal van 1 tot 10? 9. 9? Ja. Wow. En dat, ik was 7. Toen heb ik ayahuasca gedaan. Dus ik moet dat niet zeggen. Ja, mag. En, toen werd het 9. Omdat ik daarmee mijn eigen patronen ging zien, mijn eigen gewoontes, mijn keuzes en waarom ik die zo heb gemaakt en nog steeds wilde maken, dat heb ik kunnen veranderen. En daarmee heb ik aan mezelf gemerkt dat ik een soort enorme innerlijke rust heb gevonden. Stress is voor mij niet een bestaand fenomeen als zodanig meer. Ik ben eigenlijk heel rustig. Ik vertrouw volledig op de positiviteit en de goedheid van het leven. En dat heeft het tot nu toe iedere keer ook weer aangetoond. He, net als jij en ieder andere mens maken we van alles mee. Maar we zitten hier toch mooi maar. En we zitten op hetzelfde dak. Wij nu z'n tweeën. En het regent. En, weet je. Maar beter gezegd, we hebben allebei nog te eten. Toch? We hebben een dak boven je hoofd. Je hebt kleding. Je hebt het goed. Er zijn tijden geweest dat het minder goed ging. En toen dacht je, komt het wel goed. En het kwam altijd goed. En dat is echt een boodschap. Het komt altijd goed. Zolang je daar maar in blijft geloven en vertrouwen en ook op jezelf vertrouwen. Nou, dat doe ik wel.
Ja. Nou, ik vind dat een heel mooi einde, een mooie boodschap. Heel erg bedankt voor je tijd. Heel graag gedaan. Jullie bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie ook vol positiviteit deze video hebben bekeken. Laat in de reacties weten of je je eigen groente gaat kweken. En dan hopelijk tot de volgende keer. En stay sane. Fantastisch. Dankjewel.